Jan Hendrik, jij als baas van Rijkswaterstaat bent vandaag de hele dag in de Innovation Expo geweest. En er waren ook heel veel collega's van jou die innovaties hadden. Toch? Je hebt de hele... Ja, dat klopt. Ja, wat hadden ze voor moois? Nou, we staan hier met meer dan 30 innovaties. En het zijn hele leuke innovaties, laat ik er een paar noemen. Bijvoorbeeld de bermen gebruiken voor bijencultuur. Daar hebben we allerlei leuke dingen voor ontwikkeld. Het lijkt heel simpel, maar toch echt doeltreffend. Waar we ook gehad hebben is een cross-sectorale techniek die we gebruikt hebben. Uit de petrochemie hebben we dingetjes die rond elektriciteitsdraden legt. Dan kun je zien hoe elementen in een brug elektriciteit gebruiken. De ene motor gebruikt meer elektriciteit dan de ander, terwijl dezelfde motoren zijn. Dat is een indicatie over hoe het met die motor gaat. Dus je elektriciteitsnetwerk wordt eigenlijk je zenuwen in je infrastructuur. Dus dat krijgt een hele andere functie met techniek die we gewoon van de petrochemie hebben geleend. Het lijkt heel perspectiefvol. Het is ook een prachtige innovatie. Nou, zo kan ik er nog een tal van nemen. Laat ik er nog eentje noemen. We hebben bermplanken gemaakt. Van gras. En mijn Amerikaanse collega die heeft me wel twee keer gevraagd of dat nou echt waar was. Want ja, dan zie je eigenlijk zo'n geleiderrail staan. En ja, dat het gemaakt is van bermgas, dat is wel heel bijzonder. Dus je ziet steeds meer elementen van circulariteit terug. Je ziet steeds meer elementen terug van het upscalen van allerlei stoffen. Heel mooi was ook het tochtje in de boot. Die gemaakt is van de petflessen, 7000 petflessen die gewoon hier gevonden zijn in de grachten in het IJ rondom Amsterdam. En daar hebben ze gewoon weer een nieuw product van gemaakt. En als je ziet wat voor energie dat geeft, dan word je op zo'n dag ook wel erg toch optimistisch over zaken als duurzaamheid, samen als circulariteit, samen als zaken als veiligheid toevoegen aan het mobiliteitssysteem. Het mobiliteitssysteem veel beter gebruiken. Nou, het is een dag vol positieve energie. Ja, en onderscheiden wij ons als land van andere landen? Dat weet ik niet. Ik ben nooit zo van op de borst kloppen. Wat je hier ziet is dat mensen echt goed samenwerken. En ook mensen die misschien vroeger niet zo geneigd waren samen te werken. Innovatie ontstaat daar waar je een onverwachte ontmoeting hebt en vaak ook een moeilijke opgave. Die combinatie is vaak een prachtige biotoop voor innovatie. Dat zie je hier. En als ik dan zie gewoon ook mijn Amerikaanse collega die dan toch met zoveel enthousiasme hier rondloopt en zegt wat kunnen wij ook nog veel meer aan kennisuitwisseling doen, dan zie je dat die samenwerking niet alleen stopt bij de grenzen, maar over grenzen heen gaat, over culturen heen gaat. En dat geeft zo'n dag positieve energie. Ik heb op deze dag nog geen wanklank gehoord. Nou, dat kan ik niet van elke dag zeggen. Dankjewel.